zit Jordi. Showtime. Yay. Goedemorgen lieve mensen, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Jordi is hier achter mij druk aan de telefoon, want mijn laptop heeft gisteren meegedaan met de vrijdagmiddagborrel. En dat wil zoveel zeggen als dat er een glas wijn over mijn laptop is gevallen. Ja. Dus hij heeft vannacht in deze zak met rijst gezeten. Dit is het resultaat na een nachtje. Rijst. Hij is echt smerig, jongens. Ik moet een beetje balen, want ik kan helemaal niks meer. Ik kan geen vlog meer maken. Ik hoop dat we hem ergens kunnen achterlaten. En de hoop dat het gewoon snel gefixt kan worden. We zien hoe het gaat. Waar ben jij? Oh, daar ben jij. Ik ben hier. Het is nu 11:01. We zijn net naar binnen geweest in de Apple Store. En we kunnen pas om 1:02 terecht. Dus dat betekent dat we 3 hier te killen hebben in Haarlem. Te killen, net zoals je mee moet. Dus we gaan even wachten. Even wachten. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Goeie tekst. Eventually. We zijn nu hier. Het is inmiddels 3:00 PM en onze zaterdag is bijna voorbij. Wel jammer, maar niet erg. Ja, hij gaat niet meer aan, mijn laptop. Dus er is wel serieus iets mis. Dus, advies van vandaag. Drink, maar drink voorzichtig met mate en niet bij een laptop. En niet bij een laptop. Oké. Okay. Ciao! Heel veel tijd om stil te staan bij de kapotte laptop hadden we niet. Want we stonden op het punt om te vertrekken op onze eerste business trip. We zijn aan het trippen! We zeggen altijd wel dat we heel erg druk zijn, maar wat doen we nou eigenlijk? Jordi is bijvoorbeeld de afgelopen maanden ontzettend druk geweest met een aantal films en de presentatie voor de nieuwe Philips televisies. En dat heeft hij niet alleen gedaan, dat heeft hij gedaan met een team van creatieven. En met een aantal van hen gingen we naar elektronica beurs IFA in Berlijn. Yay, we zijn in Berlijn! In Berlijn! Woe! We zijn in het hotel aangekomen en kijk eens wat een fantastisch mooi bed we weer hebben. Een kleine keukentje. De badkamer met... een Jordi! Er schijnt hier een warmtelamp op in te zitten. Een wat? Een warmtelamp. Dat kleine dingetje is een warmtelamp. Wat denk je van dit ding dan, dat rode ding? Dat zal misschien de warmtelamp zijn. De warmtelamp. We gaan straks namelijk weg, over een uurtje denk ik. Dus ik denk even uit hoe kun je chillen. Op woensdag was er de rehearsal. We kregen onze representative badges. En er werd geoefend met de presentatie om de laatste puntjes op de i te zetten. Het is 7:15 en we hebben net een rehearsal gehad. Het ging goed, hè? Representative. Ja. Het ging goed. En morgen is de grote dag, dus we gaan vanavond lekker chillen. En dan morgen voor de regie. Yes. Tot ziens. Dus tot morgen. Goedemorgen. We zitten hier met z'n tweetjes aan het ontbijt. Het was gisteravond erg leuk, erg gezellig en een beetje laat. Vandaag gaan we naar IFA. Grote persdag, dus een flinke bodem hebben we wel nodig. Dus laten we dat even rustig. Hier heb jij maanden naartoe gewerkt, door die naar vandaag. En let je zo hard aan de tafel dat er andere zaken mensen moeten zijn. Goede appetit! De persconferentie gaat zo beginnen en we lopen nu de ruimte in. Waar de presentatie zo gaat zijn. The television is more crucial than ever.
Mijn film! Het was echt super geslaagd. Iedereen was blij en in de wolken van de video's. De perspresentatie ging echt super goed. En hoe vet is het om te zien dat ze met zo'n groot applaus zijn ontvangen. We zijn zo blij dat nu eindelijk de video's aan de wereld getoond kunnen worden. 'S Avonds was er nog een heel vet afterparty van Philips Televisions waar we voor waren uitgenodigd. Het was heerlijk eten, goede muziek, lekkere drankjes en één groot feest om het succes te vieren. Het was echt een ervaring om daarbij te zijn. IFA is meer dan Philips alleen en daarom zijn we vrijdag teruggegaan naar de beurs om de concurrenten te bekijken. Het is dag 2 van IFA, geen pers vandaag, tenminste, maar consumenten. Ik ben hier. Om te chillen en om Berlijn te ontdekken. Goedemorgen vanuit Berlijn, of eigenlijk goedemiddag. Goedemorgen. We zitten al een Het is freaking half 4. Oké, het is half 4. En we hebben vandaag de hele dag gechilled, in de sauna gezeten. En vandaag gaan we gewoon een paar uurtjes de stad Berlijn verkennen. We gaan op de fiets, dus jullie heeft net een app gedownload. Yes. Follow the leader, 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 follow the leader. Is een stukje Berlijnse muur. De Berlijnse muur. Een stukje dan. Toch is hij dunner dan ik had gedacht. Gezellig. Berlijnse muur. Ik vind dit wel indrukwekkend hoor. Ja. Dit ziet er echt wel agressiever uit. Ik vind dit wel een indrukwekkend, zeg maar, stukje echt zo'n scheiding. Hij gaat 2 curryworsten voor ons. Woest. The following day. Wij gaan vandaag Berlijn verkennen. Per boot! Wat? Wat Vera niet wij. Dus deze boot op 3,5 uur duurt. Yay! Veel in aanbouw, hè, in Berlijn. Ja, veel. Ze zijn arm. Ze zijn poor. Very poor. Very poor. Wacht, jongens. Dat is een poor grapje, hoor. Auf der rechten Seite erstreckt sich der heutige Szenenbezirk Kreuzberg, der früher zum Westen gehörte. Rechte Seite, da kijk je gewoon braaf naar rechts, Jordi. Die in den 50er Jahren auf der Treptower Seite erbauten Häuser.
Häuser standen nach dem 33. Das ist so viel Pressure bei euch. Das ist wirklich top. Seit 1959 finden hier wieder jüdische Gottesdienste statt. Luftballonen. Ballonen. Nou, hey, ga jij even een lekkere worst halen? Want ik het trek. Koeienworst of zoiets. Dus dan stuur ik Vera. Weg. Om. Eet dan. Dank je. Over een pleintje naar huis. Ik wist niet dat Berlijn zo mooi was. Pleintje. Ja, pleintje. Ja. Wow. Zo vet. Heel nice. Indrukwekkend. Nice. Nice. Ken je nach Berlin if du kannst? Wenn du kannst. Wenn du kannst. Ik snap niet waarom dat dan weer in het Duits moet. Oh, happy traveling! Het is weer leuk samen. Werk kan ook heel leuk zijn, jongens. Helemaal als je er een dagje aan vastpakt. We zijn weer terug aan Berlijn. Het was fantastisch. Het was leuk om daar geweest te zijn. En ook heel erg gaaf om even wat nog van de stad te zien. In plaats van alleen maar gewerkt te hebben. We zijn gisteren teruggekomen. En het enige dingetje is dat mijn laptop nog steeds kapot is. Maar... Er is net een pakketje gebracht. Leuk feestje van vandaag. We zijn vandaag 3 jaar getrouwd. Cadeautjes worden elk jaar niet. Oh, wat? Ik ben super blij dat ik een nieuwe laptop heb. Ik denk dat ik hem als een mannen nu ga installeren en dan lekker de vlog van Berlijn editen. Want het kan weer. Ik kan weer vlogs maken. Ik heb er zin in. Dus dat ga ik nu meteen doen. Dus ik sluit bij deze de vlog af en dan zie ik je gauw weer in de volgende vlog. Martela!